Goedemorgen, mijn naam is Titi Waber. Vandaag ga ik ikan kuah pala banda maken. Ikan, dat is dus visgerecht. Ikan betekent vis. Hier heb ik verse zeebaars, gemarineerd in tamarinde, zout, peper en azijn, natuurazijn. En die ga ik zo meteen bakken. En ondertussen ga ik de boemboe maken. Ikan kuah pala banda is een gerecht uit Banda, dus een klein eiland in Molukken. Daar zijn ze heel beroemd van hun witte peper. Dus de smaak van witte peper is heel aanwezig in dit gerecht. Daarnaast gebruik ik, zoals hier je kunt zien, bijna alle verse kruiden die we gebruiken in onze keuken. Gember, laos, de serehstengel, verse kurkuma, daun jeruk, daun salam, knoflook en uien. Voor de ikan kuah pala banda gebruik ik zeebaars. Het zijn verse zeebaars die wij vandaag net binnen kregen. En ik heb gewoon in de zonnebloemolie gebakken. Zonnebloemolie heeft gewoon neutrale smaak, dus dat camoufleert de smaak van de vis niet. Ik laat gewoon zo staan. Ga ik nu verder met mijn boemboe. Even kijken, ik ga ze allemaal een beetje in kleine stukken snijden, zodat het makkelijker straks om te mengen. Dit is laos. Laos is, ja, je ziet het verschillen met gember. Gember moet je de schil echt schillen, maar laos hoeft dat niet. Want wordt heel vaak gevraagd, moet ik het schillen? Ik zeg, nee, laos hoef je dat niet te schillen. En dit moet je dan niet weggooien. Dit kun je gewoon in je boemboe gebruiken, want dit geeft ook smaak. Ik snij nu alles klein, want die ga ik zo meteen fijn malen. Ja, ik zeg de hele tijd boemboe. Boemboe is Indonesische naam van kruidenmengsel. En boemboe gebruiken wij voor alle kruiden. Bij alle kruiden beginnen wij altijd met boemboe maken. Dus in dit geval gebruik ik al die verse kruiden en zometeen nog een aantal specerijen. En alles bij elkaar heet het boemboe. De basis van alle gerechten, dat is de boemboe. Boemboe is eigenlijk de smaakmaker van de gerechten. Hoe je een gerecht wil laten smaken. Dan gaan we meestal in de olie bakken. Eerst smalen en dan in de olie bakken. En daarna pas voeg je dan de rest van je gerecht. Of is het vis, of is het vlees, kip of kruiden. Als je handig wil zijn, kun je heel veel boemboe maken in één keer. En dan gebruik je wat je nodig hebt. En daarna de rest kun je in de zakjes bewaren en invriezen. Mijn vis even kijken. Ikan kuah pala banda. Nou, er zijn een aantal soorten visgerechten in Indonesië. En hoe je de vis wil verwerken. Dit gerecht hou ik de vis heel. In Indonesië zelf gebruik je echt een hele vis. Maar daar hebben ze een andere soort vis. Dus iets kleiner dan zeebaars. Maar die gebruik je dus een hele vis. Maar ik vind dat zeebaars, nou, dit is echt heel groot. En we gaan het verkopen. Dus ik heb in kleine stukjes gesneden. Marineren en dan bakken. Ik gebruik de kop en de staart ook. Er zit heel veel smaak in de kop van de vis. Dus het is zonde om weg te gooien. Dus degene die dit straks krijgt, dat kop, krijgt lekker een groot stuk knoflook. Associëren mensen met Franse keuken. Maar in de Indonesische keuken gebruiken wij altijd knoflook. En uien natuurlijk. We kunnen niet zonder knoflook. Of soms gaat ze mopperen. Oh, de smaak van knoflook proef ik niet. Het is te weinig knoflook. Peper die wij nooit hadden. En dan kwamen de Portugezen en Spanjaarden. En moet je nu zien. Sambal, iets wat alle Indonesiërs niet zonder kunnen. Moeten wij aan hun danken. En aardappelen natuurlijk, want we hadden toen ook geen aardappelen. Dan hebben ze meegenomen. Ik krijg nu een beetje een herinnering bij de kampong. Ja. Als iemand iets te vieren heeft, of is het trouwerij of allerlei soorten feestjes, ruik ik altijd dit in de kampong. Nessie, haar ouders dan, komen uit Ambon, Molukken. En we vertellen ons gisteren dat in Ambon, waar de kruidnagelen groeien, daar halen ze dus de bloem van de kruidnagel. En laten ze allemaal drogen op, voor hun huis, op een straatje in de kampong. En de hele kampong, de hele straat, ruikt naar kruidnagel. Ik vind het heel mooi. Op dit moment doen we met Toko Awad, een bedrijf, een instelling van Maurintan en Pinguyen. We koken dus uit eilanden in Indonesië, van groot naar klein. Een maand geleden hadden wij Kalimantan, het grootste eiland in Indonesië's archipel. Deze week doen we Maluku. Dus we koken highlights, gerechten van Maluku. Oh, dit is een mooie stuk. Ik moet eigenlijk wat langer laten, zoals dit. Dan plakken ze niet. Blijven ze heel mooi bruin. Heel blij. Voor de sereh, wat ik doe meestal, dat ik ze in de saus blenderen. Blenderen, ja, is het een Nederlands woord? Fijn malen. En de andere stuk laat ik het heel, want dit is echt heel hard. Die ga ik straks samen met al die bladeren hier in de boemboe doen. Dit geeft ook nog lekkere smaak en aroma. En die weer een klein stuk snijden. Moet de machine een beetje helpen. Die ga ik malen zodat het qua eten lekkerder is, ook qua smaak in mijn gerecht. Meer sterker. Maar in principe, dit kun je niet eten, want de structuur van de sereh, je ziet, is hard. En dat proef je nog steeds. En daarom ga ik het heel goed malen zometeen. Zodat het straks gaat mengen met uien en knoflook en de rest. En dan proef je niet qua mondgevoel wat prettiger. Dus je proeft de echte sereh, stukjes sereh ook niet meer. Want de smaak zit al in de boemboe. Nou, nu nog de uien. Dit is het meeste werk als je boemboe maakt. Ja, meestal in het restaurant kopen wij al die gesnipperde uitjes. Je hoeft alleen maar de zakjes open te maken en in de machine doen. Maar deze moeten wij dan zelf doen. De vis is ook weer klaar. Mooi. Joehoe. Dit is het minst leukste gedeelte als je boemboe maakt. Uienpellen. Oké, het laatste, hoop ik. Oh nee, één de laatste. Nou, daar ga ik de boemboe malen. Vroeger deden ze met de vijzel, maar ik ga deze niet in de vijzel doen. Daar. Vul ik die grote pan met ruimolie. Hier ga ik de boemboe bakken. Mooi geel. En die kurkuma. Kokoscrème, kokos santan kelapa. Die gaan er ook erin. Mooi. Kijk, mooi geel hè. De saus laat ik even inkoken. Maar ondertussen moet ik het blijven roeren, want de santan zit erin. Als de santan kookt in de pan zonder dat je te roeren, dan gaat het schiften. Dus vandaar moet ik even hier staan en blijven roeren. Het belangrijke gedeelte de banda-peper. Dat smaakt straks wat pittige pepers hiervan. En dan een klein beetje koriander. En dan laat ik deze koken. Even naar de vis kijken. Oké, die wachten wij wel eventjes. Dit is citroen basilicum. Kemangi noemen we dat. Ik heb ook hier in olie gemaakt. Die komen straks op het gerecht. Een paar van die. Ik doe straks in de pan. Straks op die manier gepleit. Een beetje die. Merci. Fris, romig. Beetje extra hoor. Kijk. Dit is dus klaar. Ja, de enige is pleten hè, op het bord. En zo eet je. Met rijst of met papeda. Papeda is sagu konji. Sagu heet het hier. We noemen dat sagu. En zo eten wij met dit gerecht. Ikan Kuah Pala Banda. Alsjeblieft, selamat makan. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.